Goedendag, mijn naam is Josse Aars. Vandaag gaan we een vergelijking van een raaklijn in een parabool trekken. Een parabolische vergelijking, eigenlijk is px. We zoeken de raaklijn in een bepaald punt in de parabool. Die punt noemen we de punt p met coördinaten a en p. Dus p, het punt p, a en p. A en b, het punt p moet tot de parabool behoren en we zoeken de raaklijn in dat punt. De vergelijking van de raaklijn is dan vormvorm. Je verenigt je i met uw b-waarde. Dan doe je de p van de formule met zaakjes a, x plus a. Je hebt dus pi is px plus a. Dus i vermenigvuldigt met de y-coördinaat en dan px plus de x-coördinaat. Dus je kunt ook echt schrijven door i is gelijk aan alles gedeeld door b. Dus i is dan p gedeeld door b maal x. Dus p gedeeld door b maal x plus p maal p. P maal a gedeeld door p. Nu, we gaan de eerste formule gebruiken om dit te berekenen. Als voorbeeld gaan we een raaklijn berekenen aan de parabool met vergelijking 2i kwadraat min 10x is 0. En het punt p heeft de coördinaten 5, 5. Ter controle wordt het punt tot de parabool 2 maal 5 kwadraat min 10 maal 5 is 50 min 50 krijg je inderdaad 0. Krijg je 2 maal 25 min 5 maal 50 inderdaad gelijk aan 0. Dat betekent dat we de formule gaan eerst de vergelijking herschrijven. Dus we gaan alles delen door 2i kwadraat min 10x gelijk aan 0 gaan we schrijven de vergelijking i kwadraat is 5x. Dus i kwadraat is dan gelijk aan 5x. Delen 10 door 2 krijg je 5x. Dat betekent dat je p gelijk staat aan 5 2 gedeeld door 2 of p is 5 gedeeld door 2. Nu, de formule wordt dan a is 5, p is 5. Dan krijg je de formule i maal b, dus b maal i is gelijk aan px plus a. We gaan het gewoon invullen. B was 5, dus 5i is gelijk aan p was 5 tweede, x plus 5. Gaan we uitwerken, krijg je 5i is 5 tweede x plus 25 tweede. Dus 5i is 5 tweede x plus 5 maal 5 wordt 25, 25 tweede. We gaan daarna alles delen door 5. Dan krijg je i is 5 tiende x plus 25 tiende. Dus 5 tiende x plus 25 tiende. Dat kun je vereenvoudigen. Dan krijg je i is 1 tweede x. 5 tweede wordt 1 tweede. En 25 tiende wordt 5 tweede. Dus 1 tweede x plus 5 tweede. Dat is de vergelijking van de raaklijn in de parabool i kwadraat is 5x is een punt 5, 5. Ter controle, even kijken of het erop klopt. Als je punt p 5, 5 moet tot de raaklijn ook tot de raaklijn horen. Als je x vervangt door 5, moet je 5 krijgen. Dus een x is 5, dan 1 tweede 5 plus 5 tweede. Is 5 tweede plus 5 tweede. En 5 tweede plus 2 is inderdaad 5 wat de waarde van de i is. Dus dat klopt, het punt hoort tot de raaklijn en hoort tot de parabool. Dus dat klopt. Dank u wel, tot de volgende keer. Bye bye.